Nij. Nee. Het einde is een nabij. Maar we weten van yin en yang dat het einde ook altijd weer een nieuw begin is. We weten dat energie niet vernietigd kan worden of dood kan gaan. Wel kan energie van vorm veranderen. En George Thompson zegt het wel mooi als hij het over yin en yang heeft. Whenever one quality, dus yin of yang, reaches its peak. It will naturally begin to transform into the opposite quality, creating an everlasting cycle. Een boom groeit, er komen blaadjes aan en meer blaadjes en op een gegeven moment staat hij in bloei. Hij is op zijn hoogtepunt. Nog bloeiender in bloei staan kan hij niet. En vanaf dan transformeert hij weer langzaam de andere kant op totdat er geen blaadje meer aan zit. Het menselijk lichaam heeft ook zo'n cyclus. We beginnen allemaal als iets heel kleins. En we worden bemoedigend toegesproken. En dan worden we groter. En groter en groter. En we worden zelfs nog groter. En groter en groter. En we worden dikker. En dan zijn we op ons hoogtepunt. En dan takelen we af. Maar het is geen aftakelen. Het is de vloeiende. Eeuwig voortdurende transformatie van het leven van energie. Je kunt het visualiseren als Yin en Yang, als een rat destijds, als een slang die in zijn eigen staart bijt, de ouroboros. Het is ook de Lemniskaat, het symbool voor oneindigheid. En is het toeval dat juist nu de boeken van Robert Jordan worden verfilmd? The Wheel Of time. The series, the book we have is done over, draws on numerous elements of both European and Asian mythology, most notably the cyclical nature of time found in Buddhism and Hinduism, the metaphysical concepts of balance and duality, and the respect for nature found in Taoism. De serie is set in an unnamed world that, due to the cyclical nature of time, is simultaneously the distant past and the distant future. En dan is het altijd maar de vraag wat Hollywood hiermee gaat doen. Waarschijnlijk gaan ze dit zo bewerken dat het een gevecht van goed tegen slecht is. En aan het eind wordt slecht door goed verslagen. En ze leven nog lang en gelukkig. Ja, dat heeft niks meer met balans te maken. Niets ontkomt aan de natuurlijke cyclus van energie. Ook de aarde zelf niet. Dat de mens de schuld krijgt van het broeikaseffect, is nonsens, zegt Henk de Velde, de bekendste zeezeiler van Nederland. We leven op een levende planeet waar cycli gaande zijn van tienduizenden jaren. Het is een natuurlijk proces. Men praat ons een schuldcomplex aan, puur uit politieke en economische motieven. Iemand met een schuldgevoel is makkelijk te manipuleren. Ze gaan ons straks met milieubelasting opschepen en dankzij het enorme schuldgevoel gaat iedereen gretig betalen. Let op mijn woorden. En dit zei hij in 2007. Hij zag het toen al aankomen en we zitten er nu middenin. Het is niet alleen het klimaat waar we een schuldgevoel over aangepraat krijgen, het is zo'n beetje alles. Ze willen dat we ons schuldig voelen. En aan de ene kant is dat inderdaad omdat je daarmee geld kunt aftroggelen. Aan de andere kant is schuld een van de laagste frequenties waar je in kunt zitten. Alleen schaamte is nog lager. Want zo zit de Hawkins Scale in elkaar van Dr. David R. Hawkins. En die begint bij schaamte, het laagste punt, de laagste frequentie. En als je op de ladder omhoog gaat, heb je schuld, apathie, verdriet, angst, verlangen, boosheid, trots, moed, neutraliteit, bereidwilligheid, acceptatie, redelijkheid, liefde, plezier. Vrede en als laatste verlichting. Spirituele verlichting. Dit is een bewustzijnsschaal, zo zou je het ook kunnen noemen. En het ene niveau is niet beter dan het andere, want dan zit je weer te oordelen. En je gaat op en neer de hele tijd. Je moet niet gaan proberen om ergens met heel veel inspanning in te blijven zitten. Dat kan ook niet, want als je naar de bovenste frequenties kijkt, dan komt daar maar heel weinig inspanning bij kijken. Maar je ziet wel, als je de hele tijd tussen bijvoorbeeld schuld en angst op en neer gaat, of tussen schuld en boosheid, dat is nou net de bandbreedte van de media. Die zitten in dat gebied. Alles boven boosheid komt eigenlijk niet voor. Trots zie je zelden, moed zie je zelden, neutraal zijn de media nooit, want alles wordt beoordeeld en veroordeeld. Al die Talenten jachten, Dat is alleen maar oordeel. En dan zijn er ook nog wel programma's met een frequentie van plezier. Tenminste, dat zou je denken, maar vrijwel al het plezier op televisie is nep, gespeeld, overdreven, van tevoren bedacht. En dan zit je niet in een plezierfrequentie, maar in verlangen. Je wil dat het leuk is, dat het gezellig is. Je wil overkomen als iemand die. Plezier heeft. Je wil een programma zijn waarin mensen plezier hebben. Maar er zit een wereld van verschil tussen iets willen en iets zijn. Plezier staat heel hoog in de bewustzijnsschaal, dus dat is een hele lichte, vrije frequentie. En kinderen kunnen daar makkelijk bij. Die zijn schaamteloos in het plezier maken. En dat Kinderlijke, dat speelse, dat zie je op televisie nooit. Daar zitten alleen maar mensen met hun kaken op elkaar, die denken aan hun imago en status, en zeg ik geen verkeerde dingen, en wat vindt de eindredacteur ervan, en de omroepbaas, en de sponsoren, en is het wel professioneel genoeg, en wat vindt Twitter van me, en noem maar op. En dit geldt voor de mainstream, televisie en radio en de krant. En voor een deel geldt dit ook voor de Alternatieve media. Want die zijn ook boos en angstig. Terug naar boos. Die dippen even in apathie. Want die zien er even geen been meer in. En dan krijgen ze toch weer het verlangen om mensen wakker te schudden. En dan worden ze weer boos. Enzovoort, enzovoort. Oordelen en je druk maken over iets is nog steeds een verdienmodel. Waarom? Omdat de massa, opgestookt door diezelfde media, in die Frequency range zit. En dat zijn de talkshows op televisie, dat zijn de schreeuwende krantenkoppen, dat is het nieuws als geheel, de hele nieuwsbusiness, dat is ook entertainment, dat is ook Hollywood. Die zitten af en toe iets hoger op de schaal, want als iemand in een film heel moedig is, dan vinden we dat heel leuk. Maar dat is meestal maar één moment. Meestal vlak voor het einde, dat de hoofdpersoon plotseling heel dapper uit de hoek komt, maar de rest van de film. Is eigenlijk alleen maar narigheid. En als je het over romantische comedies hebt, die gaan niet over de liefde of plezier, redelijkheid of vrede. Nee, die gaan vooral over schuld en schaamte. Als we ons bewustzijn verhogen, als we de media links laten liggen, als we in de natuur gaan en onze frequentie verhogen, en heel veel mensen doen dat, dan stort alles in elkaar. Dan stort dit hele systeem dat gebouwd is in en op en met lage frequenties in elkaar. En dat zie je nu al als je de natuur ingaat uh, of je bent met andere hoog vibrerende mensen onder mekaar. En dan kom je thuis en dan zet je de televisie aan en dan voel je hè eh, hmm, bah. Huh. En dan zet je hem meteen weer uit als het goed is. En heel veel mensen voelen dit. Die voelen eh, bah. Maar die zijn zo gewend, je kunt ook zeggen gemanipuleerd, om te denken dat je het nieuws moet volgen. Dat je moet bijhouden wat er speelt in de wereld. Dus die voelen ergens wel: dit is niet goed. Maar die luisteren niet naar hun gevoel. Die laten hun ego hun leven bepalen. En dat ego trapt iedere keer weer in de bangmakerij en die geeft. Precies de verkeerde adviezen, en voor je het weet, ben je zo verward dat je compleet de weg kwijt bent. En dan zegt de televisie: Kom maar bij mij. Ik vertel je wel even hoe het zit. Maar alleen vandaag, hè? Morgen moet je me weer aanzetten, want het verhaal gaat verder. Daarom begint elke meditatie met: Adem drie keer diep in en uit. Want dan maak je weer contact met je gevoel, met je lichaam. Laat dat ego in die bovenkamer maar ratelen. Je gevoel is nu even belangrijker. Het oude laag trillende systeem zakt in elkaar omdat wij steeds hoger gaan trillen. Ons bewustzijn wordt steeds ruimer. Maar wat proberen ze nou te doen? Ze proberen het oude systeem te vervangen door een nieuw systeem. Maar dat nieuwe systeem zit in een nog lagere frequentie. Nu gaat de massa nog op en neer tussen schuld en boosheid, maar ze hebben een techno-communistisch systeem bedacht waarin iedereen wordt gemonitord, waarin iedereen continu wordt beoordeeld en afgestraft, en waarin het systeem bepaalt wat jij wel en niet mag. En dan zitten we in apathie. Ze willen ons gedwee hebben. Met een goed Engels woord, num. Ze willen onze frequentie zo ver mogelijk naar beneden terugschroeven, zodat we verdoofd door het leven gaan. En wat is het leven dan nog? Ja, dat bepalen zij. Of eigenlijk, dat bepaalt het algoritme, want alles gaat natuurlijk automatisch. De Australische muzikant en activist Max Eigen zegt hierover: The system that's being created. Is so non-human and so controlling and so psychologically, emotionally, and biologically perverse that humans and life will not be able to survive in that system. And that system itself needs humans and life in there in order to power it. So it is destined to collapse. And we Hoe dan ook met de gebakken peren. Want het oude systeem is wel eens een beetje klaar. En het nieuwe systeem gaat niet werken. Dus wat gaat er gebeuren? Nou, er zijn natuurlijk heel veel toekomstvoorspellingen gedaan. De Bijbel staat er vol mee. In het Hindoeïsme spreken ze over de Kali Yuga. Joe Rogan heeft het over de Kali Yuga. This is Kali Yuga, man. This is some weird shit that was predicted by the. Bhagavad Gita. This is what happens in cultures. They go through these pitches, these ups and downs, and it's almost inevitable. It almost always slides into authoritarianism. And the best way it slides into authoritarianism is to control the narrative. And hoe do je het? Narratief onder controle. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Je roept alle hoofdredacteuren bij elkaar. Dat is een handjevol mensen. En je zegt dan, we moeten met één mond praten. Dat betekent dus dat de politiek hetzelfde zegt als de media. De politiek en de journalistiek kiezen voor één bepaalde verhaallijn en hangen daar alles aan op. En dan heb je geen journalistiek meer. De media is dan het communicatiebureau geworden van de zittende macht. En zo glijdt een cultuur, een beschaving, heel makkelijk af richting een totalitair systeem. Maar wat gaat er gebeuren? Want dat nieuwe systeem gaat niet slagen. Daar is de vibratie van het collectieve bewustzijn te hoog voor. Of gaat het wel slagen? Als we Dolores Cannon moeten geloven, dan zal een deel, en waarschijnlijk maar een klein deel, maar toch, een deel zal wel. In dat techno-communistische autoritarisme meegaan. Dat zijn de mensen die het wel prima vinden om apathisch door het leven te gaan en alles te laten bepalen door het algoritme. Maar wat gebeurt er met dat andere deel? Dat wordt onzichtbaar. Dolores Cannon had een cliënt op de bank liggen en dan gaan ze meestal eerst naar een vorig leven, op aarde of op een andere planeet. En daarna spreekt ze met het onderbewustzijn, de subconscious, de ziel. Maar dit keer sprak ze met een groep entiteiten met een council, en deze raad legde uit dat de mens een experiment is, en dat deze raad dat experiment leidt, en dat ze elk moment de stekker eruit kunnen trekken als ze dat willen. Ze zeggen: We have cosmos. Destruction ability. All we need to do is redirect cosmic forces. Their destruction will happen if technological advances continue without heart. But that would mean everyone would be destroyed. No, nothing is destroyed. That would destroy the whole experiment. It will continue, but it will start over. Nothing is ever destroyed. It is only turned into energy. And energy can be reused and reassigned in a way that no one is killed. It isn't real. Dus dat is een beetje een definitiespelletje. Wat is vernietiging en wat is de dood als alles energie is? Maar het is natuurlijk wel een serieuze waarschuwing. Als jullie doorgaan op deze gevoelloze, empathieloze, harteloze. Technologische weg. Dan is het jammer, maar helaas. Maar dan vegen we iedereen van het schaakbord en beginnen we gewoon opnieuw. Tijd bestaat toch niet? Maar in dit scenario is het dus maar één aarde. Er zijn ook scenario's waar de mensheid zich in tweeën splitst. En de aarde ook. En van het ene deel wordt het DNA veranderd. Die gaan van twee naar drie DNA-strengen. But this gebeurt only by people who are open. So the DNA is being allowed to change again. How will people notice that in our world today? Well, some people won't notice. But those that are aware will feel well connected to all that is. Their senses will be heightened, they'll become lighter, more transparent. I was thinking they were becoming more transparent, it should be noticeable. They'll just become invisible. It's like changing channels on TV. But if they become invisible, those around them won't see them anymore? Yes. Where will they be? On a different channel. Dus degenen with a hoge frequency zijn straks niet meer te zien door degene met a lager. Frequentie. En die zullen ook de vernietiging van het oude systeem, van de oude 3D-wereld, niet meemaken. Want die zitten op een andere golflengte, op een ander kanaal. En dat is nu al een beetje aan de gang. Bashar zegt: nu loopt alles nog door elkaar heen. Mensen met hoge en mensen met lage frequenties, tenminste, dat lijkt zo, want ze hebben voor een groot deel al geen invloed meer op elkaar. Het is alsof er een glazen muur tussen staat. Je ziet elkaar nog wel, maar je leeft in twee verschillende realiteiten. En de ene realiteit gaat eronder. Het is alleen de vraag hoe lang je op de Titanic blijft zitten, want op een gegeven moment gaat de Titanic kopje onder. En dat is niets om je zorgen over te maken. Je ziel heeft al gekozen wat hij gaat doen. Het is geen pech waar je uiteindelijk terechtkomt. Het is ook geen toeval. Het is een experiment. Tot hier, de interdimensionale talkshow, aflevering 39. Tot volgende keer.